Dit is Super Radio met Timo en Ramon, waarin we je helpen met jouw problemen en je vragen. En we proberen het allemaal op te lossen. Dit wordt wel even eentje waar we even de pennen voor neer moeten leggen. Dit is Wouter uit Utrecht. Hij is 21 jaar. Hey Wouter. Hey, goedemorgen. Middag. Middag. Wouter is biologiestudent en die geeft ook af en toe les op bij een 2-HAVO-klas. En nou heeft hij deze week een toets afgenomen bij een 2-HAVO-klas. Met erin een vraag over de staart van vissen en de staart van walvissen. Ja, dat klopt. En dit was zijn vraag. Walvissen bewegen hun staart op en neer om vooruit te komen. Vissen bewegen hun staart naar links en rechts om vooruit te komen. Ja. Ja. Snap ik. Ja. En toen? Die vraag had je gesteld, Wouter. En toen ook die vraag gesteld. En toen geven leerlingen daar dan heel braaf en netjes een antwoord op. Ja. En dan, met de leerlingen heb je het over een bepaald onderwerp. Over het skelet en zo. En het logische antwoord is dan dat het skelet van de walvis en vis is anders. En daarom bewegen ze anders. Dat vind ik eigenlijk niet echt een antwoord. Nee, dat vind ik wel makkelijk. Ja, dat is dan het makkelijke antwoord. Ja, dat is een heel makkelijke antwoord. Ja, gewoon omdat ze anders in elkaar zitten. Ja. Oké, okay. En dan krijg je dus een 10 bij jou. Top. Nou, een 10 is wel heel overdreven. Oké. Okay. Nee, ja. Maar er was dus één... Ja, maar nu was er één leerling die was slimmer dan jij. Ja, één leerling zegt tegen mij van... Ja, maar kijk, die walvis die gebruiken het om snel vooruit te komen. Ja. En die vissen gebruiken het om te sturen. Ja, en toen dacht ik van ja, daar zit wel wat in. Mogelijk. Daar zit mogelijk wel wat in. Dat is waar, want bij de walvissen staat de staart dwars op het wateroppervlak. Ja. En dan ga je vooruit. Maak je meer tempo. Ja, maar dat zette mij aan het denken. En bij vissen is het dwars, dan is het meer een soort roer als in op een schip. Ja, dat zou kunnen, dacht ik. Weet je, dus ik was er over aan het denken gegaan. En ik kwam er eigenlijk niet uit of het dan waar was of niet. En waarom hebben ze nou eigenlijk zo? Toen dacht ik bij mezelf, denk ik, ja. Waarom is het nou echt zo dat die walvissen een andere staart hebben dan die vissen? Wouter. Ja. We gaan even wat antwoorden doornemen op de vraag die jij net hebt gesteld. En dan moeten we er denk ik wel uit zijn. Ja. Dit zijn de antwoorden. Robin zegt, wat een heerlijk nummer deze van Coldplay. Top, dankjewel Robin. Hebben. Lekker kerstnummer. Ik ga een paar met je doornemen, Wouter. Moet je kijken of je er tevreden mee bent. Bas die zegt, walvissen zijn zoogdieren. Dus het meest logische volgens Bas is dat hun staartvinnen anders zijn in verband met het werpen van jongen. Oké. Okay. Dus dan kan je, als je een jong werpt, dan kan je de staartvin zo woep, in de lucht doen. Ah, ja, kijk. Het is een antwoord. Stefan zegt, welk cijfer geef je dit antwoord van Bas? Ik geef Bas wel een goede 7,5. Goeie 7,5, oké. Okay. Stefan zegt, walvissen zijn zoogdieren en die moeten naar boven om te ademen. Vandaar dat ze een horizontale fin hebben, zodat ze makkelijker naar boven en naar beneden in het water kunnen bewegen. Oh. Een 6. Nou, dus die vond ik de 9. Ja, maar omdat vissen die hebben ook weer andere tactieken daarvoor om omhoog en omlaag te komen. Het heeft niet per se met je bouw te maken, zeg maar. Dan kan je ook meer lucht inademen of minder lucht. Ja, in een zwemblaas kunnen ze daar zelf lichter maken en zwaarder maken. Oké, je krijgt een 6, Stefan. Jori, dan nog als laatste doen we even het antwoord. Die zegt, walvissen die hebben geen of niet sterk genoeg of niet groot genoeg vinnen op de buik, waardoor ze de staart nodig hebben om vooruit te komen. Een gewone vis die heeft wel genoeg vinnen op de buik. En waardoor deze de staart zowel als aandrijving gebruikt als roer om te sturen. Oh, ook heel interessant, zeker. Ja. Nou, waar ik ben? Biologieleraar. Die jij bent in opleiding. Ja, dat klopt. Ik geef daar wel een mooie 8 voor de laatste. Een mooie 8! Nou, ja, zeker. Ja, zeg. Dan mogen onze luisteraars ook feliciteren. Allemaal voldoendes. Weet je wat Mark zegt? Nee. Mark zegt, dit is echt bewezen, walvissen die stammen af van landdieren. Dat waren vroeger dieren die op het land leefden, walvissen. En ja. Die zijn op een gegeven moment in hun leven de zee ingesprongen. Dachten ze, why not? Why not, dachten ze. Ze stammen af van de onevenhoevigen, walvissen. En dat zijn koeien, varkens, dat zijn allemaal onevenhoevigen. Ja. En die twee achterpoten zijn dus geëvolueerd tot een vin. En dat moest dus een horizontale vin zijn, omdat hun ruggengraat ook zo zit dat er geen verticale vin op past. Ah. Voilà! Alla. Bij deze? Wat geven we ons voor cijfer? Nou, een 9,5 toch? Ja, ja, 10, ja precies. 10. 10 zelfs. Hoppakee. Voor de moeite. Opgelost.